En toen hadden ze al van alles gedaan ook met de Toyota. Ik geloof dat dit de ja, precies, in het water. Nou ja, goed, noem het op. Kleine Willem, de penose jaren van Kleine Willem. Kleine Willem zit hier aan tafel. Toch even serieus de vraag. Waarom word je Kleine Willem genoemd? Nou, vroeger mijn gabber was groot en ik was klein. Dus dat was het makkelijk en we hadden dezelfde stem. Juist. En die gabber was groter Willem. En ja. Hoe verschilde het tussen Kleine Willem en grote Willem? Denk 30 centimeter. Okay. Het is een boek overigens een heerlijk boek met grote avonturen. Maar ik heb even een paar mensen opgenoemd om je een beetje de sfeer te geven van hoe de mensen heten. Lange Frans. Ja. Dat is Klaas Bruinsma, geloof ik. Dan heb je Lange Jan, je hebt Schorre Gerrit, je hebt Tony Bluff, je hebt Grote Willem, je hebt Big Willem, je hebt Vieze Willem, je hebt Giel de Marinier, je hebt Kleine Sami de Marokkaan, je hebt Koen Cobra. Ja. Zijn er nogal wat. Ja. Wat is dat voor een sfeer? Heel gezellig. Ja. Ja. Heel gezellig. Allemaal lieve jongens eigenlijk. Nou, je wil een kant op bouwen. Ik zeg alleen, in mijn tijd was dat gezellig, weet je wel. Je moet niet zien een criminele organisatie. Je kwam bij elkaar, er kwam wat binnen, je verdiende geld. Nou, dat geld stroomde er ook weer makkelijk uit. Ja. He, discotheken, clubjes, daar naartoe, feesten. En horloges, auto's, dat ging over een café, het ging overal weer op. Ja. Waar verdiende jij je geld mee? Toen met die has en die wiet. Has en wiet, handel. Ja. Ja. Verbouwen, verkopen. Nee, verbouwen kan ik niet. Nee? Ik kocht dat toen in Marokko. Inkoop, verkoop. Ja. En ging dat altijd goed? Nee, niet altijd. Dus je hebt ook wel een aantal keer vastgezeten? Ja. Hoe lang in totaal? Alles bij elkaar rond de 6 jaar. 6 jaar. We hebben het net over het asielzoekerscentrum. Daar verveel je in de bak ook eigenlijk? Iedereen verveelt zich in de bak. Ik bedoel, iedereen praat wel over Nederland. Van het is daar wat ik veel lees, van ja, het is top daar. Want is het niet. Je kan beter nog in Spanje zitten of een ander land, ben je de hele dag buiten. Ja, in huis van bewaring zit je gewoon 23 uur. Ik begrijp ook nog wel dat je beter in Spanje kan zitten dan in de gevangenis. Nee, jij in de gevangenis in Spanje. Ja. Ik heb het over de gevangenis in Spanje of dit. Dan ben je de hele dag buiten. Die deuren gaan open. Nederland is heel rot geworden. Wat je in gedaan hebt in die tijd, in die 6,5 jaar dat je bij elkaar opgeteld was niet één ruk van 6,5. Nee, het zijn er verschillende kleine stukjes geweest. Ja. Je hebt dit boek gemaakt. Althans, je hebt verhalen geschreven. Ja, in elk geval. En die verhalen kwam je uit bij Jan-Hein Kuipers, advocaat. Ja. Hoe ging dat, Jan-Hein? Nou, hij zat voor een verhaal vast. En, voor een verhaal vast? Ja, voor een verhaal, voor een gebeurtenis waardoor voorlopig recht is werd toegepast. Welke gebeurtenis? Dat was een drugszaak, juist, voor de verandering. Ach. En ik ging bij Willem vaak op bezoek, omdat hij prachtige verhalen had over die jaren 80, 90 in de Amsterdamse onderwereld. Die hash-familie, zeg maar, de Happy Family, Steve Brown, die periode. Ja. Dus op een gegeven moment zei ik tegen Willem, je moet die verhalen gewoon opschrijven. Het zijn prachtige verhalen. En helemaal als de mensen jou zien en weten hoe je in elkaar zit en hoe je praat. En je vertelt die verhalen. Dat is gewoon schitterend om te horen. Er zijn meer jongens met heel mooie verhalen. En er zijn er een aantal die kunnen ze ook heel prachtig vertellen. En Willem heeft er een boek van gemaakt. Ja. Wat maakt die verhalen mooi, zeg maar? Want ik denk gelijk aan een criminele oefening. Dat zijn allemaal dingen waar. Die eigenlijk hebben. Ik heb het in mijn dan, tijd. Wat maakt het die verhalen? Ik ken ze niet. Ik heb het niet gelezen. Ik zeg alleen in mijn tijd dat ik er was. Dan, dat was geen crimineel, want je was met vrienden bij elkaar. En er kwam wat handel binnen en bijvoorbeeld, ik gaf het aan jou. Ja? Jij gaf het aan haar en zij gaat door. Dus iedereen verdient een geld. Dus jij geeft het aan haar, zij verdient een geld, zij, dit gaat erom. Nu komt er wat binnen, iedereen heeft het. Dat is moeilijk. Het was criminaliteit, maar het was een soort van gezellige criminaliteit. Ja, kijk, en je moet het zien, we zagen ons meer eigenlijk als, ja, moet ik het vertellen? Makkelijk gewoon. Wat waren de bedragen die erom gingen? Geef ons heel een beetje veel, heel veel. Maar hebben we het over miljoenen? Ja. Tientallen miljoenen? Ja. Ja? Ja. Die gaf ik ook snel in een jaar uit. Maar waar hoe dan? Nou ja, als je 2 dagen in een club bent, ben je al 80.000 gulden kwijt. Juist. En de deur ging. Dames, drank en drugs. En gokken. Ja? 7-Eleven deed ik dan. En baccarat. Dan ben je ook zo 100.000 gulden op avond kwijt. Ja. Maar heb je dan ook een beetje contact met... Want in het boek heb je ook... Ja, je kent Willem Holleder. Je bent bevriend met Willem Enstra geweest. Ja, heel goed. Ja. Hoe kende je Willem Enstra trouwens? Die heb ik ontmoet bij Kapper Lionel op de Nasokare. Kapper? Lionel. Dat is een gewone kapper? Of is dat, staat dat voor iets anders? Een hele goede kapper. Maar wat moet jij bij een kapper, Willem? Ja. Wat doe jij bij een kapper dan? Ik had vroeger haar. Oh, je had vroeger haar. Ik had niet gezien. Juist. Ja. Ik had wel haar. Kijk, ja. Ik had toch haar, of niet? Ja, daar is het haar. Goed. Nou. Nu staat het verhaal over Enstra, waarin Enstra op een gegeven moment... een doodsbange Enstra. Daar schrijf jij over. Je schrijft over een doodsbange Enstra die bedreigd werd. Nou, door mannen die jij ook kende. Ja, tuurlijk.
Maar ja, er zal er misschien nog wel een paar bij geweest zijn. Want ik heb vaak met Willem gesproken natuurlijk. Hij wist natuurlijk niet wie die was, maar er waren er ook nog wel een paar bij. Want die zei dat, volgens mij, Willem, zijn er nog wel een paar wie bezig zijn, hoor. Dat wist hij zelf ook. Dat moet dan boven water komen toen. Ja, maar goed, hij voelde zich met name ook door Willem Holleder bedreigd. Of hij nou bedreigd voelde door hem, dat wil ik anders imponeren. Hij voelde zich gewoon onder druk gezet met bepaalde dingen, niet bedreigd. Nou ja, bepaalde dingen. Hij moest gewoon 1 miljoen in 2 tassen even inleveren. Of hij moest 500.000 euro. Dat was niet voor Holleder, dat was voor Mierenmet. Nee, goed, dat staat ook in het boek. Dat staat ook in het boek, dat voor Mierenmet is. Maar ook voor... Ja, u bent natuurlijk ook nog advocaat voor Holleder geweest. Maar ook voor Holleder moest er geld worden betaald. Dat was dan iets minder, ik geloof 50.000 een keer. Toen lag er weer een Italiaan of een Joegoslaaf ergens dood. Of die moest iemand doodschieten. Kortom, het is niet per se de leukste wereld, toch? Nee, maar dat is niet de wereld die hij in dat verband waar bedoelt. Ik in zat, dat is vroeger, Paul. Ja? Dit is bij je tip is een beetje een korte periode nog. Ja, de periode. Ik heb het nu even over die periode Enstra. Ja. Waar Enstra op een gegeven moment een plek had gekocht, waar een bunker op stond en in die bunker. Ja, in Niederrijm, daar ben ik geweest. Dat was mooi. Ja. En iedereen dacht dat er daar wat zou op beramen, maar dat was niet zo. Ik was geïnteresseerd in die bunker, want dan kon je met die lift naar beneden. Ja. En wat moest je daar beneden doen? Die planten wou ik voor het eerst neer gaan zetten. Ik denk, eigen aggregaten, eigen afzuigers. Ik denk, dat wordt top daar. Gewoon een jonge ondernemer eigenlijk. Ja, een jonge ondernemer. Ja, ja. En dat was wel een heel goed plan, was dat. Ja. Als je nog had geleefd, had ik misschien doorgegaan. Ja? Ja. Ja. Is het toch, als je kijkt naar die jaren, hè? Die jaren worden met heel veel plezier beschreven eigenlijk. Het is een beetje het plezier van de jongens die elkaar kennen. Flower power tijd was het, Paul. Ja? Ja. Flower power. Als je vroeger naar het Vondelpark reed op zaterdag, nou zag je 1 rookwolk van huis. Ja. Helemaal wolk die persoon. Ja. En al die meisjes met bloemetjes in haar, feesten, gezellig. Ja. Was helemaal geen stress. Maar ook in die tijd, ik kan het me gewoon niet voorstellen dat het alleen maar gezellig was. Het was toch ook gewoon een criminele... Jullie waren toch ook gewoon een criminele... Nee, dat zeg ik toen nog niet. Nee, het was toch ook een criminele organisatie. Nee, ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar leuk was. Nee, je moet het zien. Ik zeg het nog een keer. In mijn misschien nu is het anders. Maar in mijn tijd was het niet georganiseerd. Dan kwam ik bijvoorbeeld Martin tegen of die. Ik zeg, dat week te kopen. En dan zit je bij elkaar en dan ga je het verkopen. En dat geld ging weer op, want als je veel geld verdiend werd, dan geef je vrouw weer. En er kwam nooit geweld bij kijken. Nee, gaf je weer 5.000 gulden of gulden aan je dochter en dit. En je vrouw gaat naar de kapper en een jas en Rolex en vakanties. En geld maar eigenlijk het meeste geld bleef in Amsterdam weer rondhangen. Juist. Het kwam Amsterdam niet uit. We hebben het, Jan-Hein Kuiper, even voor de duidelijkheid. We hebben het over geld dat in bijna alle gevallen werd verdiend met softdrugs. Ja. Dus hash, wiet. Ja. Er is geen geweld aan te pas gekomen. In de zin, in ieder geval niet dat jij daarbij... In zijn omgeving niet. Op een gegeven moment was toen ook niet. Lange Frans Bruinsma, die op een gegeven moment iets meer het geweld indook. En daardoor ook werd afgestraft. Juist. Maar in die periode van de Happy Family en de wiethandel en de inkoop. En mijn coffeeshop vroeger. Het was, toen werd hij nog meer gedoogd dan nu. Ja. Toch, heb je wel eens het gevoel dat jij denkt van ik zit hier nu toch redelijk ontspannen aan zo'n tafel. Terwijl heel veel van die mannen van vroeger, die leven niet meer. Ja, dat klopt, maar die hebben ze verkeerd gedaan, Paul. Ja. Kijk, als je goed bent en je bent eerlijk en je bent... Ja, ik maak wel veel dolletjes en zo, maar je moet het zien, het ligt aan jezelf altijd. Je moet het zien, het leven is een film. Je kunt 's morgens opstaan, word je wakker en dan kun je zelf een beetje je scenario... Als je buiten loopt, die gevangenis, kun je scenario schrijven. Mm-hmm. Weet je wel, ik ga dat doen. Iedereen kan dat doen. Ja, joh. Jij kunt morgen opstaan, ik ga dat doen nu. Dat mag je zelf doen. Ja. Nee, en iedereen krijgt een keer geluk in zijn leven om wat geld te verdienen. En sommigen durven risico niet te nemen. Ik wil nog eventjes, terwijl we gewoon doorpraten hoor, kijken we even naar hoe je aankwam vanavond. Omdat ik het gewoon een mooi beeld vind. Ach. Hoe jij daar binnenkomt met die wagen, die Cadillac van je. Leef jij nog een beetje in deze film die we hier zien? Ik vind dat nog steeds mooi. Ja. Ik zou liever van oude auto's dan nieuwe auto's pakken. Ja. Maar is het ook nog, zit je nog een beetje in de handel of niet? Nee. Doe je helemaal niks meer? Nee. Helemaal niks meer. Wat doe je dan? Ik werk in ongediertebestrijding in Spanje. De wat voor bestrijding? Ongediertebestrijding. Kakkelakken, ratten, muizen, dat is niet leuk. Ja, ja. Serieus? Ja. In Spanje? In Spanje, ja. Daar zitten de meesten. Ik zet ze ook af en toe uit, ook. Ja. Als ik ze allemaal bestreden. Ja. Nee. Maar als er tientallen miljoenen in om is gegaan, dan hoef je toch niet meer in de ongediertebestrijding te zitten? Jawel, want ik heb het allemaal opgemaakt, Paul. Dat is toch eigenlijk wel een beetje dom geweest, nee, niet? Ja, jij vindt het dom, ik niet.
Ik heb ervan geleefd. Ik heb echt zo beter als een koning geleefd. Een koning kan niet overal naartoe. Ik kon overal naar binnen, geld uitmaken, smijten daar, club dicht. Maar waarom heb je niet even dan nog een jaartje doorgewerkt? Dat weet je niet, Paul. Je weet toch nooit in je leven van tevoren wat maar je moet doen? Waarom hield het dan op? Nou, de laatste keer had ik weer iets gebeurd. Dat ging mis. Nou, moest Kuiper inspringen. Nou, toen heb ik gezegd, nou stop ik ermee. Ja. Want ik zat in die gevangenis. Ik denk, kijk al die jonge jongens hier. Zit ik hier al. Ja. Dat gaat niet meer, Paul. Dat gaat niet meer. Op een gegeven moment ben je er te oud voor. Ja, oud voor. En dan, ik heb gewoon leuk geleefd. En ik heb er helemaal geen één moment spijt voor. Heb je toen niet voor een pensioen gezorgd? Ergens een trust op een tropisch eiland? Nee, ik moet daarna, ik moet nog een beetje doorwerken nu. Gewoon, dat doe echt die ongediende bestijding. Dat is top en leuk. En ik zeg je eerlijk, ik heb er geen ene moment spijt voor gehad. Niks. Ik heb geleefd. Ik heb zo leuk geleefd. Ik ging op vakantie wanneer ik was. Morgen week wakker. Zeg ik tegen mijn vriendin, schat, het is nou 10 uur, kijk, ik ga even niet naar de uitwinkel. Ik ga vanavond even 3 weken weg, daar naartoe, weet ik het, morgen. Nou, dan gaan we weer terug. Ik ben ook de hele tijd in Jamaica geweest, als je dat hebt gelezen. Dat was ook top. Ja, nou, je hebt... Maar dan moest ik vluchten. Je hebt een leuk leven gehad, dat is wel te zien. Met ook wat ellende eromheen. Veel mensen die allemaal niet... Nou ja, er zijn een hoop mensen die gewoon geliquideerd zijn. Bijvoorbeeld die Willem Enstra. Ja, je kunt maar die, dat had niet gemoeten. Want het is, nou ja, ik doe het wel zo, jij kent hem niet, Paul. Nee, ik ken hem niet. Nou, ik zeg je, ik ken hem dus heel lang. Ja. Hij is eigenlijk een man met een goed hart. En toch, als hij dan mensen hebt die investeren bij hem, of weet ik het, en ze willen snel hun geld terug hebben om wat te doen. En je hebt het niet, het zit in stenen. Nou, je weet het zelf, als je iets koopt, een project, en je zegt, het duurt 3 jaar, maar ik heb het binnen 1 jaar nodig. Kan hij dat niet terugtrekken? En dan kreeg je ook boetes. Ja. Nou, en dan wordt het moeilijk, Paul. Ja. Is toch eerlijk, of niet? Ja, nou, het verhaal staat er ook zo in. En, nou, en de mannen wilden boete, steeds meer geld betalen. En steeds sneller geld. En uiteindelijk moest hij het met zijn leven bekopen. Want dat was een topman. Ja. En echt ongelooflijk, altijd als we gingen eten in een restaurant. Het enige wat hij bestelde was, vergeet ik nooit meer, altijd half gebraden kip, patat, appelmoes en spersiebonen. Dat was zijn lievelingsgerecht. Ja, dat vindt hij het lekkerste. Kan lachen met Poppy. Er is een hele mentaliteitsomslag geweest in de onderwereld. Hè. Dat is niet meer te vergelijken met toen. Dat moet je wel een beetje proeven. En dat proef je ook goed als je het boek leest. Ja, dit is een periode die voorbij is. Mm-hmm. Ja, maar het was wel leuk. Juist. Goed. En misschien kan het wel een keer terugkomen, Paul. Het boek is ook leuk. Ja, dat weet ik. Ja. Dat is echt leuk. Ik heb het geschreven. Ik weet dat het leuk is. We zijn aan het einde. Want uw reacties doe dat vast. Op de vraag van vandaag die luidde. Welke herinneringen, herinneringen herinnert u zich nog? Nou, we hadden dus al die herinneringen.